Ja, ben ik toch even geschrokken weer. Ja, die Kees Driehuis. Ja, van per seconde wijze, van de VARA. Presentator, ja, die is in één keer overleden. Ja, die ken ik natuurlijk van vroeger. Ik heb mee gewerkt en heel veel mee gelachen. Laatst daar niet meer gesproken, maar toch. En daar schrik ik dan van. Schrik me helemaal de beroerte. En dan denk ik, is weer zo'n waarschuwing. Kees Driehuis is weer zo'n waarschuwing. Voor mij, maar ook voor jullie. Dat je gewoon niks in het leven als vanzelfsprekend moet nemen. Want je ziet het maar. Het stelt niks voor. Dat hele leven is, je bent zomaar weg. Woep, hoppatee. De pijp uit. En daarom, neem niks vanzelfsprekend. Alles is speciaal. En zo moet je het ook beleven. En daarom, al je aandacht naar al de mensen, de geliefden om je heen. En elke minuut moet je gewoon benutten in je leven. En geniet daarvan. Je moet het leven zien als die sinaasappel. Het leven is het sinaasappel. En elke, je moet tot de laatste druppel. Tot de laatste druppel knijp je die sinaasappel uit. En dat is wat je moet doen. Elke dag weer. En vooral genieten.